Leuk dat jullie kijken. Gave T8. Ik ben Wouter. En naast mij zit... Alan. Alan. En je zit... Oh, ik moet hem in de drive zetten in plaats van neutraal. Dat is het Volvo-pookje, dan moet je altijd twee keer tikken, anders wil hij niet. Weer een gat in het pand rijden. Twee keer tikken in achteruit. Wel 360 graden camera. Ja, dit is natuurlijk wel lekker luxe, hè? Comfortabel. Nou, Zuid-Frankrijk, here we come. We gaan ervoor. Ja, daarnet reken je iets wat heel veel herrie maakt en nu de rust zelf. Ja, hij is hybrid, dus hij staat nu in de hybride modus. Ik heb wat accu voor je bewaard, het is natuurlijk maar 60 kilometer. Maar... Ja, dat is wel de nadeel, hè, van dit soort apparaten. Dat ja. Laat je hem iedere dag netjes op, ben jij zo? Nee, niet iedere dag, maar wel regelmatig. Ik vind het wel heel fijn dat er wat stroom in zit. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook, dat was eerst de dynamische modus, maar die is door, hij is Polestar engineerd nog. Dus hij had al 455 pk, yeah. Toch nog Polestar engineerd. Die heeft dat motormanagement aangepakt, dus als je hem in de Polestar modus zet, dan hebben we ook heel veel lawaai. En dan kun je nog meer lawaai krijgen door de uitlaatkleppen open te zetten. Oh, die... yeah. Een uitlaatklep op een Volvo. Zeg maar, ik zou de draad zich iemand om in zijn graf in Göteborg, maar dat is... Ja. Nou, het moet elektrisch tegen worden, ja, precies. Nou, dat vind ik ook wel aan de nieuwe... Deze is van maart 2022. Ja. En die nieuwe generatie, zo zonder uitlaat. Ik moet er wel een beetje aan... Ja. Ja. Maar is deze dan ook begrensd op 180? Ja. 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 En je hebt die heel makkelijk, hè? Zelfs op de, ja. Op de dijk. Nee, ik ga het op de dijk even niet doen. Maar dat is wel... Je kan het eraf halen. Ja. En, dat kan nog wel. Ja. Jazeker. En dat is dan een hardware oplossing. Dus dat kost echt 22 of 2500 euro. En dan gaat hij gewoon aan één streep door naar een hoge snelheid. Ja. Maar dat vind ik wel heel veel geld. En ja, ik merk dat ik tegen die 180 rij ik niet of nauwelijks. Nee, dat is ook zo. Maar ik moet wel zeggen, als ik op wintersport zou gaan en we rijden met een groepje... Ja, is het wel irritant. Maar je moet gewoon zorgen dat je voorrijdt, elke keer terug laten zakken tot 80 en dan jij vol op het gat. Nee. Voordat, ik weet niet wat je vrienden rijden, maar... die rijden harder dan 180. Nee, maar wat voor soort auto, ik bedoel, dit is wel echt snel. Ja. Zeker ook op die tussensprint en zo. Zeker, zeker. Ja, dus die topsnelheid heb ik nu geen hinder van. Maar zou ik echt op wintersport gaan, dan overweeg ik serieus om nog die 2000 euro... Ik wist niet dat het kan, maar ik kan me er ook niet in verdienen. Ja, Heiko doet dat ook. Doet het wel. Ja. Maar eigenlijk, zijn de remmen en zo er nog bedacht? Ja, je weet, je zou maar bijna hopen van wel. Sowieso doe ik gewoon wel power deze auto. En ze hebben natuurlijk wel deze auto ook geleverd. Met hogere topsnelheid, zeg maar. Tot wanneer zijn ze? 2021 of 2022 of zo? Ja, maar ik had hiervoor een 2021 Volvo V60. Yeah. En die hadden gewoon... Er was een T4 en die hadden 225 of zo. Ja. Dus die had 260 pk minder en die ging harder. Ja. Ja. Maar dit is... Oké, even de hele spec. Volvo V60, T8, sorry. Long range. Plug-in hybrid. En hij heeft Heiko-spullen. Ja, en hij is Polestar engineered. En Polestar engineered. Dus dit was een demo-auto bij Nieuwhuizen in Meppel. Ja. Yeah. En daar werkt een jonge Johan. Die is heel goed in mooie demo-auto's maken. En ik ben heel goed in zijn demo-auto's kopen. Dus dit is de tweede demo-auto. Hij gaf mij deze als leenauto mee toen mijn vorige Volvo zomerbanden moest krijgen. Ja, toen stond deze daar. Met voorbedachte remmen. Kreeg ik een dag mee. En ja, hij heeft Heiko bumpers, een Heiko actief uitlaatsysteem hebben ze aangepakt. Er zitten 21 inch V90 wielen onder. Ja, hij ziet Heiko er echt wat dikker uit. Ja. Ja. En hij is laag. Maar hij is niet oncomfortabel. Of nee. Ga ik nog merken zo wel? Nee, ik vind hem zeker niet oncomfortabel. Nee. Dus toen ging je voor gaas. Je ging van T4 naar T8. Ja. Plus met chips. Ja. Maar is die met Polestar engineerd, is die niet meer vermogen gegeven? Nee. Als je op een gegeven moment bij deze motor en bij deze accu, bij dit model, dan gaan ze niet aan de pk's werken. Het is echt alleen het motormanagement. Ja. En die is wel een stuk agressiever
Dus dat is wat ze hebben aangepast, is puur hoe die reageert. Ja, op een gegeven moment toen hij hem helemaal had aangepakt en hij zag er helemaal zo uit met zwarte grill en zwarte accent en de bumpers, het uitlaatpakket. Toen moest ik toch nog wachten op deze auto, omdat hij niet eerder als demo-auto weg mocht. Toen zei ik nou, stuur hem dan ook nog maar even langs Polestar. En dan kunnen we ook... Dus hij is ook Polestar-engineerd en dat is met deze auto allemaal gebeurd. Ja. En hij ziet er gewoon heel anders uit. Ik heb gewoon nog niet een tweede zoals deze. Ik vind hem echt. Ik vind zeg maar deze generatie Volvo's vind ik gewoon sowieso wel echt mooi. Maar dit is echt een hele dikke. Echt heel tof. Ik heb hem ook naar mijn vrouw gestuurd. Want wij hebben net een nieuwe auto. Maar dit had ze ook wel gewild. En even als inspiratie. Hey, kijk, zo kan een V60 zo er, kan ook er ook uitzien. Zo kan hij er ook uitzien. Maar dat is wel het leuke. Kijk, ik vind mooie Audi, mooie BMW vind ik ook prachtig. Maar als je die een beetje customized, kan het ook snel al een beetje te zijn. Ook omdat ik hem zakelijk rij. Ja. Met die Volvo, ik vind hem wel, hij is inderdaad heel dik. Maar het is niet dat het een ASO-auto is. Not too much. Nee, too much. Ja, het is een beetje wat vroeger toch, weet je, als je vroeger oudere Audi S modellen en BMW M modellen, dan was het eigenlijk iets beschaafder. Iets dikkere uitlaten, weet je, en iets grotere velgen en grotere remmen. Ja. En de rest, die wielkassen zo uitgeklopt, dat kon je het ook wel aanzien. Ja, bij sommigen, maar ik heb ook nog een Mercedes 500e gehad, zeg maar die W124, de jaren 80. Dat was eigenlijk gewoon een dikke motor en was die, je zag, als je het wist dan, de voorkant was breder en hij had zo'n soort klein roostertje. Dat is wel grappig dat zo'n auto het eigenlijk niet uitschreeuwt. Dus bij deze, je hebt een toefje voor John niet natuurlijk met alle spullen. Toefje. Maar dat vind ik juist het mooie van deze auto. Dat het kan. Hij is zo netjes. Het is normaal zo'n nette auto. Dat hij mag wel een beetje. Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar je bent ook een nette jongen, toch? Extreem netjes. Heel netjes. Heel netjes. Rijden hard mee. Ja, mooie bruggetje was dit van netjes naar. Nee, maar sommige mensen vinden het leuk dat dit kan. Ik ben wel een beetje agressieve rijder. Dus ik vind het wel mooi om. Ik vind dat optrekken, dat werkt wel een beetje verslavend. Zeg maar. Ja. Wel een beetje net. Maar ik rijd er niet. Het is niet dat ik op de snelweg naar 180. Nee. Continu 180. Nee. Wel geinig, hè? Plug-in hybrid is natuurlijk altijd weer, je hebt overgang en zo, maar als je het goed doet, dan heb je natuurlijk die combinatie van die elektromotor die het eerste duwtje geeft en de verbrandingsmotor die daarna komt. Als je in die hybrid mode zit en je rijdt 120, 130 op de snelweg en je trapt het gas in, dan gaan die accu zit voor me op de achterwielen en dan slippen die achterwielen nog een beetje weg. En dat vind ik wel heel cool. Ja. Enig op de weg hier. Ja, kom, ik ga even stilstaan. Even naar de stilstand. Niet helemaal vol, maar wel even. Dit is wat jij dus... Ja, ik stap altijd stilstand en doe ik altijd... En even verkeerslicht. Ja, een soort dragrace. Gaat zoeken. Qua aandrijflijn hebben ze daar echt wel stappen in gezet. Dus je eerste plug-in hybrid van Volvo, dat je echt wel meer... Het hoort en stoten bedoel je? Ja, nou, dan merk je meer dat er van alles gebeurde en op een gegeven moment... het is ook logisch dat het beter is, zeg maar, nieuwe generatie, maar dit is wel erg oké. Wat heb je buitenkant? Buitenkant is 21 inch... V90 velgen, Heiko lipje voor, uitlaten Heiko. Even kijken, alles zwart, zwarte grill. Ja. Volgens mij is dat de buitenkant. Hij is iets verlaagd. Hij lijkt heel laag. Ja. Is hij dat ook of valt het er wel mee? Ja, nou, ik heb er geen hinder van. Maar hij is wel verlaagd inderdaad. Ja. Ja. Dus die wielen die vallen vind ik wel mooi in die wielkast. Geen last met drempels of zo?
Nee, nou, hoge drempels is wel, moet ik wel een beetje oppakken, kan er niet overheen scheuren. Nee. Ik had laatst toen deze voor onderhoud weg moest, had ik zo'n Volvo V60 Cross Country mee. Nou, dat was wel even een feestje, want dat was gewoon overheen beuken. Ja, echt dat is met erg. Deze niet. Nee, dat is echt erg eigenlijk. Ja. Om, die drempels liggen er om de snelheid uit te halen. En dan, ja, met die auto ging dat prima. Nou, dat gaat met deze niet. Nee. Dus hij rijdt wel wat stug, maar ik vind het... ik heb ze eruit gehaald. Er zitten twee kinderstoeltjes achterin. Ja. Dus dat gaat prima met het gezin. Ja. Het Zweedse gezegd, hè. Wij hebben natuurlijk huisje, boompje, beestje. En daar is het huisje, boompje, Volvo. Ja. Ja. Net een jongen, zei ik, toch? Nou, dat is... Je hebt nu twee Volvo's achter elkaar. Was dat ervoor ook een Volvo? Nee, het was een Mercedes C-klasse. Oké. Ja, vond ik ook echt genieten. Dat was uit 2016 model. Vond ik ook echt een mooie wagen. Maar ik vind het altijd wel leuk om net iets aparts te rijden. Maar dan toch nog tegen een beetje een normaal budget. Ja. Dus toen liep ik tegen een Volvo Polestar Engineered aan in Bursting Blue. Echt met die Polestar velgen ook. Ja, die vond ik helemaal fantastisch. Ja. Maar toen zat ik ook alweer, wat moet de opvolger worden? Wordt dat dan een nieuwe Mercedes? Ook weer een stuk duurder. En dan heb je zo'n model die je toch overal wel ziet rijden. Ja. Nou ja, toen kwam ik deze weer tegen. Dacht ik, ja, dit past binnen budget. Dan rij je echt wel wat apart. Ja. Dikke motor erin. Ja. Maar ben je nu alweer aan het nadenken over de volgende? Nu weer even klaar. Nou, ik ben wel een autoliefhebber, dus ik kijk altijd naar mooie auto's. Ja. Maar ik kan me hier nog wel even mee vermaken. Ja. Maar ik denk dat ik auto's altijd... Een jaar of twee rij. Ja. En dan... Dan moet er weer wat nieuws komen. Ja. Nou, deze heb ik een jaar. Nou, daar ga ik er zeker nog een jaar mee van maken. Ja. Dan komt hij te koop. Of dan moet Johan jou weer iets nieuws... moet hij goede demo's samenstellen. Ja. Dus dan moet hij ook voor over een half jaar in zijn agenda zetten. Ja, Johan moet wel naar een XC60 overstappen, denk ik wel. Die moet hij wel naar een XC60. Ja, moet je een XC60? Nou, niet meer twee keer, derde keer een V60. Nee, dat is waar. Ja, dan komt er ook geen nieuwe V60. Nee, nee. Ja, er zijn zoveel mooie. En elektrisch, hoe wil je dat niet? Nou, dit is dus de eerste hybrid. De eerste keer dat ik met stroom... ik vind het wel oké. Okay. Ja. Ik vind... maar je kan ook gewoon nog tanken. Hè? Ik bedoel, je moet rustig inkomen. 500 plus actieradius met bijna volle accu, bijna volle tank. We rijden gelukkig rustig, dat is goed. Mooi, volgens mij staat hij op 600 kilometer namelijk. Oh ja. We hebben geen 100 kilometer gereden. hij is wel leuk. Merk wel dat hij... dit is natuurlijk wel iets meer sturen dan de vorige keer dat ik in een V60 tegen zat. Het is wel... De moderne Volvo's zijn wat braaf geworden qua onderstel. Dat het echt wel... Als die gaat, is het voor en niet... Geen overstuur of een beetje glijden of vierwielen. Ze zijn wat braver geworden. Veilig. Wat veilig. Ja. Maar goed, het is niet erg. Ik vind dit voor wat voor soort auto het is, echt wel briljant. Het is ook maar net wat je ligt. Hè. Ik heb mijn zwager, die reed een BMW M6 of een maatje van mijn M4. Ja. En die zweren daarbij. Dat die beleving en net dat extra of vol op de achterwielen. Ja. Die vinden dit denk ik gewoon echt heel saai rijden. Ja, toch denk ik dat het meeval. Nee, toch denk ik dat het meeval. Het gaat wel echt af. Ja, het gaat wel echt. En hij klopt wel gewoon qua wegligging en zo. Hij is niet, maar je merkt, weet je, als hem hier nu, dat is fijn dat hij een beetje ingooit zo. Dan voel je gewoon, hij doet alleen maar die voorwielen, zeg maar, die gaan glijden. Achter, blijft gewoon netjes vol gewoon. Hebben over hoe goed kinderzitjes erin passen. Hoeveel bagage mee kan rijden. Die passen perfect, bagage past perfect. Ja. Nee, vind dit echt. Het wordt een beetje blazen en dingen, weet je, dat is echt wel. Ik vind die uitlaat, ik vind dat echt een meerwaarde. Ja. Het voegt wel, wel wat toe. Ja. Ja, zeker. Nou, ik heb ook het idee dat ze bij Volvo wel nog even gedurende de modeljaren iets aan het uitlaatgeluid hebben gedaan. Want die eerste T8 en de XC90, zodat je echt dacht, Oh, geen idee, hè? Ja, heel,
Ja, gewoon oké. Okay, ja, maar ja, er komt geluid aan de achterkant uit. Maar dat is, ja, dat is een bijproduct van de verbranding. Wil je eigenlijk zo meer mogen horen. Terwijl dit is gewoon wel leuk. Ja, niet... dat vind ik ook. GT3 RS, dat je denkt, wow. Maar wel nee. Gewoon wel voor, ja, gewoon weer grappig. Ik vind hem lekker. Ja, toch? Fijn. 0-100 in 6 seconden, zegt Flitsmeister. Maar dit was niet vol. En Flitsmeister rond alles af naar boven, geloof ik. Oké. Okay. Ja, ik kan helemaal. Heb jij ooit iets anders dan 0.0 gezien? Nee, want seconden maar kunnen alleen. Nee, maar ik zou ook niet weten wat deze na de 100 doet. Wat zal dat zijn? 4,5 of zo? Ja, volgens mij wel. Is het. Ja, volgens mij 4,4 uit mijn hoofd. Maar ja, dat is toch wel netjes met die accu, met die accupakketten erin. Nou, even, er zijn natuurlijk een hoop sportauto's waar je toch je lelijk kan vergissen in zoiets als dit. Jazeker. Want dit doet het altijd. En als jij met je handgeschakelde 911, ik noem maar wat, iets willekeurig, ernaast staat en denkt, oh, ik rijd gewoon normaal weg. En oh, ik word door die Volvo even weggehoekt. Ja, dan heb ik denk ik wel even wat meters nodig om maar weer een beetje bij in de buurt te komen. Heb je nog droomauto's? Oh man, oh ja. Man, hou op schijnt. Voor kort, ik zag net die M3 Touring staan. Maar wat een, dat is, man, ja, dat is misschien ook wat. Een mooie wagen, zeg. Ja. Ja. Nee, en ik vind, droomauto, dat is echt wel. Ik vind zo'n Bentley Continental GT, dat is toch echt wel, dat vind ik echt wel een droomauto. Dat vind ik een mooie, chique wagen. Als Youngtimer. Ja, nou, is Youngtimer. Ja, hij is de eerste generatie als Youngtimer. 2005, 2006. Ja, inmiddels zijn we 2023. Tot 2008 kan je. Hè? Dus ja. Wie weet ooit een keer. Volgens mij een milletje 40 volgens mij zo'n ding. Ja. Maar ik vind het oude model. Maar daar begint het natuurlijk echt. Ik bedoel, daarna dan... Ja, dat rijdt voor geen meter trouwens. Echt? Nee, dat heb je er nog nooit in gereden. Nee, het is fantastisch, maar gewoon qua stuur en zo. Dat je echt wel denkt, het zou dan de auto zijn die je zondags uit de garage haalt. Ja. En dat je dan, maar voor nu, zeg maar, als ik nu voor een gezinsauto. Ja, dan is. Oh, ik vind zo'n Audi e-tron GT vind ik ook heel erg mooi. Ja. Maar goed, dat is het. Het is toch besmettelijk, die accu's. Hè? Ja, ik vind dat model gewoon heel erg. Dat is die mooi. Die hele dikke billen achter die auto. Zou ik je echt iets leuks over vertellen over die auto's? Verkoopt voor geen meter tweedehands. Dus een vriend van mij die keek er toevallig naar een, die stuurde hem door. Die kan bij sommige occasion sites kan de prijshistorie zien. Ja. Die was vaak afgelaagd. Ja, dat is moeilijk. Duurdere elektrische auto's, serieus moeilijke handel. Dus ja. Interessant voor ons. Maar in die zin, ook als je straks er weer vanaf wil. Ja. Nee, dus voor nu, zeg maar, als ik dan nu zo die M3 Touring zie staan, dat vind ik wel echt, dat zou wel echt een hele mooie auto. Dus dat is wel een droom. Ja. Maar goed, ik vermaak me hier super mee. Ja. Nog een jaartje en wie weet na dat jaar. Tot die tijd doen we het hiermee. Ja. Nou ja, dan kan Daan van Linkerbaan, kan jou een mooi inruilvoorstel doen. Wie weet. Ja, en dit is wel echt, die is nieuw natuurlijk echt wel. Zo duur, dus dat blijft ook nog wel. Ja, dat is niet zo groot. Daarom is ook droomauto. Nee, dus. Ja. Wat kunnen we nog meer over de Volvo vertellen? Hij doet het gewoon goed. Ja, wat kunnen we nog meer? Je hebt de uitlaatkleppen niet open gehad. Oh. Dus ik denk dat. Zullen we dat eens doen? Ja, doe jij dat eens. Maakt het een groot verschil? Dat ga ik zo horen. Ja, je hoort hem nu ook al ietsje meer. Dus het is met name bij lage toeren dat je hem. Ik heb net niet gebruikt. Ja, reffen eigenlijk ook niet leuk. Beetje onder belasting, maar zo'n motor moet werken, dat is leuk. We kunnen even een sprintje naar het volgende verkeerslicht. Er is echt enorm veel politie ook hier, maar ik zie nu. Ja, die weten dat jij hier in de buurt bent. Ja, ik denk het ja. Hoe klein die auto's zijn. Die reden ook allemaal echt niet hard weg. Maar ja, die hadden ook vol gas erop, dat zag ik. Ja, klinkt wel iets raar. Ietsjes meer geluid. Gewoon leuk, beschaafd. Hij heeft in die Polestar modus altijd heeft hij die kleppen wel wat meer open. Yeah. Als je in de hybrid mode zit en je rijdt dus elektrisch en hij pakt in één keer de motor, dan in één keer is het wel een. Dat is wel, dat is ook wel leuk. Dat hij ja, dat is wel eens. Hey, ik ben wakker. Zo, daar zijn we weer. Bij onze uitvalsbaas. Was jouw auto al de beelden gemaakt? Ja. Stilte? Ah, oké. Okay. Ja. Dan zag ik hem hier ergens. Ja. Staat daar vol. Als ik hem zo de stoep op, dan word je heel ongelukkig.
Oh, dat vind ik wel spannend hoor. Ja? De laatste meter nog zo. Ja, even alle half uur de vel. Leuk man. Dankjewel. Nou, dat was nummer 3 van... Nee, nummer 2 van heel veel. Maar we willen altijd meer aanmeldingen, dus URL hieronder. Geef je op. En bedankt voor het kijken als je tot het einde hebt volgen.